Consumentenbond. Mag een bedrijf retourzendingen weigeren bij een internetaankoop? Dit vanwege hygiënische redenen, zoals bijvoorbeeld badkleding? Dat is een goede check. Hiermee snijd je een gevoelig onderwerp aan. Het hangt daar namelijk van af of je de verzegeling wel of niet verbroken hebt. Heb je dit wel gedaan, dan kan je de badkleding niet retourneren. Sommige producten zijn lastig opnieuw te verkopen als je die uit de verpakking hebt gehaald en gepast. Je kan je voorstellen, Jack, dat mensen dit als niet hygiënisch kunnen ervaren. Heb je de verzegeling niet verbroken, dan moet de winkelier natuurlijk gewoon je geld teruggeven. Dus vind je de badkleding toch niet zo mooi? Niet verbreken die verzegeling.